Hallo, welkom bij de bespreking van de oefentoets over biochemie, wat eigenlijk hoort aanvulling is op polymeren, omdat er vergelijkbare reacties in voorkomen. Nou, ik begin gewoon bij vraag 1 en niet vergeten, zorg altijd dat je hem eerst zelf maakt voordat je de video kijkt. Want eerst zelf doen en dan een misser maken, leer veel meer van dan gewoon zien hoe iemand anders het doet. Nou, komt hij bij vraag 1. Aspartaan is een kunstmatige zoetstof. Nou, de eerste zin, dat gaat eigenlijk nooit ergens over, hè. Het is een klein eiwit dat is opgebouwd uit 2 aminozuren. Oké, nou kijk, we krijgen informatie. Het zijn 2 aminozuren. Even kijken of ik die kan onderstrepen. Zo, 2 aminozuren. En 1 van de 2 vrije carbonzuurgroepen is verestert. Nou, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet, maar ik moet er wel iets mee. En de structuurformule, die staat gewoon gegeven, die staat eronder. En de eerste vraag is, hoe kun je uit de structuurformule afleiden dat aspartaan een eiwit is? En let even op, het is een 1-puntvraag. Dus ik ga ook gewoon een kort antwoord geven, want het is tenslotte maar voor 1 punt. Even spieken. En ik zie, wat typerend is voor eiwitten, is dat je natuurlijk een zuur hebt aan de ene kant. Zo. Het gaat een beetje scheef vandaag. En aan de andere kant heb je een aminegroep. En dan daar nog een waterstof. En dan gaan er wat dingen verbroken worden. Dan gaat dit weg, want dat vormt samen water. En dan heb ik dit geheel over. Dan moet ik hier nog even wat kringetjes doen en zo. En dit blok is natuurlijk typerend voor de eiwitbindingen, de amidebinding. En biologen noemen dat een peptide. Maar ja, scheikundig gezien is het gewoon een amidebinding. Dus hoe kan je dat zien? Nou, er is een amidebinding aanwezig. En die zie ik, om precies te zijn, hier zo zitten. Hupsakee. Daar zit die. Dat was vraag 1. En vraag 2. Ja, die estervorming. Moet even kijken hoe dat gedaan is. Want dan, ester was een beetje vergelijkbaar. Dat was een C met een dubbelgebonden zuurstof. En dan zit er een zuurstof naast. Zo, dit is een esterbinding. En de inleidende tekst had het natuurlijk al over een verestering. Ja, dat hoort op zich niet bij aminozuren, bij eiwitten. Maar het kan wel. Dus laat ik eens even kijken of ik die kan zien. Ik pak even in de tussentijd een ander kleurtje. Ik zoek dus een C-dubbel gebonden O. Kijk, ik zie er hier een, maar dat is een OH. Dus dat is gewoon een zuurgroep. Die hadden we al, was de amidegroep. En ik heb er hier nog een. En kijk, daar zit die zuurstof naast. Dat betekent dat ik hier dus die estergroep heb zitten. En nou zie ik ook inderdaad dat dit verestert is. Dus dit verhaal wat ik niet zo goed snapte, dat zit dus daar. Dus dit was vraag B. Nou, gaan we door naar vraag C. Geef de structuurformule van de 2 aminozuren waaruit aspartaan is opgebouwd. Nou, dan is het misschien makkelijk om even alles wat ik geschreven heb weg te halen. En even te laten zien waar die gebroken is. Want hier was die een esterbinding, dus die was daar gevormd. En hier was de amidebinding gebroken tussen de stikstof en de C-dubbelgebonden O. En daar zuurstof C-dubbelgebonden O. Dus nu moet ik gewoon even recht uittekenen. En ik begin wel met die rechter, want die vind ik toch het makkelijkst. Dan heb ik een C-dubbelgebonden O. En dan een C met een H eraan. En nog een N met 2 H'tjes. En dan heb ik daar aan de onderkant nog een C met 2 haartjes. Ik had natuurlijk ook gewoon CH2 kunnen opschrijven. Dat mag op zich wel. En nog die OH groep. Nou, het gaat op zich heel goed. Behalve dan dat die laatste H echt heel lelijk is geworden. Zo. Alleen hier aan de linkerkant zie je nu dat het nog niet helemaal goed is. Want ik heb die C-dubbelgebonden O van de amidegroep. Maar ik moet nog even tekenen wat het wordt als je het hydrolyseert, zeg maar het oorspronkelijke aminozuur. En dan was het een zuurgroep. Nou, ik weet niet of er ook nog naar de naam gevraagd wordt, maar dat hoef ik misschien niet te doen. Geef de structuurformules. Nee, ik hoef alleen de structuurformules te geven. Dus dit is de ene. En dan doen we even in het groen de ander. Gaan we even de poes opzij zetten. Zo, poes weggezet. En dan moet die andere, en die staat een beetje krom getekend, dat gaat even mijn best doen. Maar ik zie, en dan begin ik zeg maar hier zo aan de, aan de linkerkant. Ik heb daar die C met die dubbelgebonden
O, kan ik natuurlijk ook meteen doen, die estergroep, hè? Daar zat dus een OH. En dan gaat hij zo, heeft hij zeg maar hier een, zal ik deze op deze manier doen, zo'n CH. En daar zat een NH, maar ja, dat zat dus ooit een haatje extra, dus het is een NH2. En hier zit dan nog zo'n C en dan schrijven ze de haartjes aan de linkerkant, is goed. En hier zit een of ander raar ding. En ja, weet je wat, ik teken hem gewoon over. Oké. Als mensen vragen wat het is, dan heb ik hem gewoon overgetekend en dan zal het wel goed zijn. Dus dit was dan vraag C. Nou, als je aspartaan een tijdje in aanwezigheid van wat zuur wordt gekookt, hydrolyseert het volledig. Oké. Geef de structuurformule van het reactieproduct dat dan, naast de beide aminozuren uit vraag C, in het reactiemengsel aanwezig is. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal wel te doen nu. Want we hadden, zoals bij vraag A en B stond, een amidebinding en een esterbinding. Nou, die amidebinding heb ik gesplitst met die aminozuren en die esterbinding uiteindelijk ook. Nou heb ik dit ding, heb ik getekend, die staat daar. Dit ding heb ik getekend en die staat daar zo. Maar die moet ik nog even tekenen. Maar ja, dat is gewoon methanol. Dus een C en dan een OH-groep eraan. En nou is dit eigenlijk al vraag D. En dat blijkt dus eigenlijk niet zo heel moeilijk te zijn. Maar de kunst van deze vraag is ook wel dat je gewoon goed begrijpt wat de tekst staat en wat er gebeurt. En als je het niet begrijpt, dat je gewoon rustig blijft doorlezen. Nou, vraag 1 nog even. In welke molverhouding reageren aspartaan en water tijdens een volledige hydrolyse? Ja, bij hydrolyse is natuurlijk per ester of amide die kapot gaat een watermolecuul nodig. Mijn aspartaan had twee plekken waar die uiteindelijk kapot moest. Hier één en daar één. Dus dat betekent dat ik twee H2O heb op één aspartaan. Eén om de esterbinding kapot te maken en één om de amidebinding kapot te maken. Nou, dat was de vraag over aspartaan. Gaan we eens even kijken wat wij nog meer in petto hebben aan vragen. Komt de vraag over kookpolymeren? Nou, laten we eens even lezen. Even een mooi kleurtje erbij pakken. Er kan een kookpolymeer gemaakt worden door ethene. Nou, ethene weet ik wel wat dat is. Ik moet wel even mijn... wacht even. Zo, kijken of het nou beter gaat. Ethene weet ik natuurlijk wel, want dat is een C met een dubbel gebonden C en twee haartjes. En als het om polymeren gaat, kan je eigenlijk beter de zijkanten vrijlaten. Ethene en koolstofmonoxide. Monoxide is gewoon CO. Ja, dat heb ik nooit begrepen hoe die precies aan elkaar zitten. In ieder geval, dat hoef jij niet te weten. Ik wil het best wel een keer uitleggen hoor, maar ja, dat wordt zo'n lang ingewikkeld verhaal. De structuurformule is hier weergegeven en als ik nou even kijk, dan zie ik hier wel, zeg maar, dit is gewoon dat ethene. En dan heb ik hier dus, daarnaast, die koolstofmonoxide, die nou wel aan de covalentieregels voldoet. Zo. Dat is koolstofmonoxide. Dus ik zie wel op zich de structuur ontstaan. Even rustig de tijd nemen om er gewoon naar te kijken. Misschien lekker tekenen op je blaadje. Je ziet hoe fijn het is om dingen in kleurtjes te hebben. En dan kan ik dus nu ook zien dat ze, wat ze wel vaker doen, drie herhalende eenheden wat tekent. Nou, is dit polymeer een thermoplast of een thermoharder? Ligt je antwoord toe? Ja, goed. De namen komen natuurlijk uit, beginnen allebei bij thermo. Dat betekent als je het verwarmt. Sommige plastics blijven hard. Dat zijn de thermoharders. Dat zijn de netwerkplastics, dat zijn overal crosslinks tussen de ketens. En sommige kan je juist vervormen als je ze verwarmt, dat zijn de thermoplasten. Nou, als ik hier naartoe kijk, dan zie ik eigenlijk dat het alleen maar rechte ketens zijn en er zitten voor de rest geen knooppunten in. Dat zijn lange slierten die dwars door elkaar heen zitten. En dat zijn thermoplasten. Dus een thermoplast daarom. En heel simpel gezegd, ik zie geen crosslinks mogelijkheden, dus dan wordt het een thermoplast. Nou, een eenvoudig reageerbaarheidsproefje waarmee je kunt laten zien of het polymeer een thermoplast of thermoharder is. Nou ja, dat is een poging tot smelten. Ga het maar gewoon verwarmen en kijk maar, het verwarmen was thermo. En ja, blijft het hard, dan is het een thermoharder. Wordt het zacht, dan is het een thermoplast. Even voor de duidelijkheid,
het overgrote merendeel van de plastics om ons heen zijn thermoplasten. En dat komt vooral ook omdat het verwerken ervan, het maken van de vorm, zoveel goedkoper is dan de thermoharders. Bekende voorbeeld van thermoharders zijn de plastic kastjes van de elektriciteits, van de stopcontacten. En als je toevallig een keer in de bouwmarkt bent of ergens anders, moet je maar zien hoe absurd duur die zijn vergeleken met andere ogenschijnlijk simpele plastic producten. Maar die plastic producten voor stopcontacten zijn echt schrikbarend duur. Maar die thermoharders maken is gewoon heel veel lastiger en dus heel veel duurder. Oké, heel lang antwoord voor B. Maar ja, misschien heb je dat aan, hè? Who knows? Oké, men kan een ander polymeer maken door koolstofmonoxide te koppelen aan een andere koolwaterstof dan ethane. Oké, dus ze doen hetzelfde met koolmonoxide. En kijk, dat is nou grappig. Ik zie diezelfde koolmonoxide zie ik hier weer zitten. Lekker, hè, kleurtjes. Hoppakee. De structuurformule van een stukje van dit polymeer staat hieronder. Nou, geef de structuurformule van de koolwaterstof waaruit gemaakt is. Nou ja, even als ik nou goed kijk hier, dan zie ik eigenlijk hier die twee koolstoffen. Dat is hetzelfde als die ethane. Die dubbele binding is daar niet meer, maar dit was in die eerste ook niet meer. Dus blijkbaar gaat de dubbele binding weg in dit rare polymeriseerproces wat ik voor de rest niet ken. Dus ik denk wel dat het begint met C dubbelgebonden C. En die rechter C is precies hetzelfde als bij ethene. Er zitten gewoon twee haartjes aan. Maar aan de linkerkant is het net even anders. Want daar zie je een CH3 boven en onder zitten. En dat had die ethene niet, want die had daar waterstofjes. Dus ik moet aan de linkerkant nog een CH3 tekenen. Ik mag natuurlijk de haartjes ook uitschrijven als ik dat wil. En aan de rechterkant ook een CH3. En hiermee heb ik dan die vraag beantwoord. Nou, laten we eens even kijken. Bereken hoeveel ton van de koolwaterstof uit vraag C nodig is om 1 ton van polymeer te maken. Ja, simpel gezegd van vraag B. Oh, van vraag C. Simpel gezegd heb je zeg maar deze stof dus, die C met zijn C'tjes, of met zijn haartjes, en dan die andere C met gewoon haartjes, plus koolstofmonoxide, en dat geeft dan dat polymeer. Oh, dat was niet de bedoeling, polymeer. Zeg maar die C, hoppakee, met die C en dan dubbelgebonden O, ik zit met mijn vingers aan een knopje, moet ik niet doen. Zo, hoppakee. Ja, dit herhaalt zich dan, hè? Om het zo maar te zeggen. Nou, hier kan ik natuurlijk gewoon een Porsche-tabel van doen. Ik zal eens even kijken of ik het een beetje schoon kan vegen. Want dat helpt natuurlijk wel. Dit is allemaal nog draaivlak wat ik doe. En dan mag dit ook nog wel weg. Dus ik ga gewoon even niet al te moeilijk doen. En ik nummer ze gewoon even 1, 2 en 3. Dus ik heb een reactie 1 plus 2 geeft 3. Ik heb 1 ton, dat is 1000 kilogram, en dat is dan weer 1000 gram nodig van het polymeer. En de molecuulmassa van het polymeer, dat moet ik eerst een formule even doen, is C1, 2, 3, 4, 5, C5, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8O1 volgens mij. Laat het eentje natuurlijk weg, hè? Maar ja, de berekening mag het gewoon doen. Dus C5 is 5 keer 12,01 is 60,05. Ik heb iets te weinig ruimte hier. 8 keer 1,008 is 8,064. En 1 keer 16,00 is 16,00. Bij elkaar opgeteld. Kijken of ik het aan mijn hoofd ga doen. Ik denk wel dat ik dat durf. Hè? Dat is 411,841 onthouden 80 zo. Ik zeg uit mijn hoofd dat is dan 84,114. Nou, koolstofmonoxide is natuurlijk het makkelijkste. Dat is 12 plus 16. 12,01 plus 16. Dat is 28. Oh, even een regel lager doen. 28,01.
En van deze moet ik hem ook even doen. Dat is C4H12H8. Dus dat is 4 × 12,01 is 48,04. En ja, die 8 is 8,0 is hetzelfde. Dat bij elkaar opgeteld is 401,65. Toch wel handig dat ik op de basisschool nog hoofdrekening heb geleerd. Oké, leuk die Porsche-tabel. Zal ik wat tabellenlijnen doen? Zo, dan kan ik een beetje zien dat de Porsche-tabel aan het worden is. En dan is de bovenste is mijn massa. Dit is mijn massa per portie. En dit zijn mijn aantal porties. Ik moet uitrekenen hoeveel van de koolwaterstof ik moet doen. Nou, laat ik eerst die even uitrekenen. En dan pak ik toch even mijn rekenmachine. Die ligt even ergens anders. Zo, ik heb net namelijk toetsen nagekeken. En dan moet je altijd even narekenen wat anderen doen. 1 miljoen delen door 84,114. Of zal ik eerst even narekenen of die molecuulmassa wel klopt? Nou, ja, niet te laat. Dat is 1188,63. Nou, dan vind ik het wel genoeg. En de eenheid hiervan is natuurlijk mol. De eenheid van deze regel is gram per mol. En de eenheid van die regel is gram. Nou, het is allemaal verhouding 1 op 1. Dus dit is ook 1188,63. Dus doe keer die 56,104. En dan komt eruit 666, nou een heleboel negens, dus die kan ik misschien beter even afronden. 667 gram, maar er komen natuurlijk wel wat nullen achteraan. Even spieken, er komen natuurlijk 1, 2, 3 nullen achteraan dan. Bereken hoeveel ton, nou ja, dat moet je dus door een miljoen delen, dat komt dus uit 0,667 ton. Ja, dat omrekenen van eenheden, dat wil ik best wel een keer doen, maar daar ga ik niet te veel tijd aan spenderen. Dus dit is het antwoord op vraag D. Door naar de volgende. Dit is nog steeds dezelfde. Ik wil nu de volgende. Dit is de volgende en dat is een lang verhaal. Nou, laten we eens even kijken hoe het daarmee gaat. Even spieken. Ik vind het een te lang verhaal, dus weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon de vraag lezen. En dan ga ik eens kijken of ik er nou uitkom. Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van melkzuur. Hey, dat hoort met subscript. Uit lactose. In de vergelijking is melkzuur het enige reactieproduct en komt er nog een andere stap voor. Oké. Dus ik krijg C3. Hey, ik heb opeens zwart. Dat is fascinerend. Ik doe nooit iets met zwart. Ik was ook niet van plan iets met zwart te gaan doen. Dus ik heb één reactieproduct, zeggen ze. Dat is C3H6O3. En ik heb lactose ervoor. Dat was C12H22O11. En hij zegt dat er nog een stof komt, maar hij wil mij niet vertellen wat. Dus dat wordt een beetje lastig. Maar ik vermoed dat het water is. Denk ik. Dat is het meest waarschijnlijk, omdat het ook altijd aanwezig is. Maar het zou ook zuurstof kunnen zijn. Dat is vaak ook wel aanwezig. En in een heel bijzonder geval koolstofdioxide. Maar dat kost meestal zoveel energie dat dat niet gebeurt. Dus laat ik maar even vanuit gaan dat het niet iets met koolstof is. En als het wel zo is, doe ik het alsnog anders. Nou, als ik er dan één van die heb, dan kan ik de koolstofbalans alvast kloppend maken. En dan heb ik er 12, dus dan heb ik er 4 van deze nodig. Nou, ga ik eens kijken wat ik mis. Ik heb hier 22H. Ik heb hier... Dus 4 keer 6 is 24a. Ik heb hier 11o en ik heb hier 12o. Nou ja, en dan zie je inderdaad al dat we een H2O missen. En dan klopt het inderdaad. Oké, het afknippen in regel 8 door een enzym is een hydrolyse-reactie, wat een moeilijk woord, en vindt plaats tussen de aminozuur-eenheden van fenylalanine en methionine in de staartjes van de eiwitmoleculen. Nou, geef aan waarom het enzym
slechts in relatief geringe hoeveelheden hoeft te worden toegevoegd. Nou, let op, hè. Het is een éénpuntsvraag, dus daar ga ik niet een heel lang antwoord op geven. Ik ga gewoon zeggen, een enzym is een katalysator en wordt niet verbruikt. Dus dat blijft gewoon eindeloos doorgaan zolang het maar aanwezig is. Dat scheelt natuurlijk wel. Nou, so far so good. Ik heb de tekst nog niet hoeven te lezen, maar ik moet wel even doorscrollen met mijn... oh, dat valt wel mee. Er komt alleen nog maar één regel onder. Nou, hieronder staat de structuurformule van het deel van een eiwitmolecuul waarin de knip plaatsvindt. Neem deze structuurformule over en geef de reactievergelijking van de hydrolyse die plaatsvindt onder invloed van het enzym. Gebruik daarbij structuurformules. Oké. Nou, dan kan ik misschien de verstandig aan doen om de tekst te lezen. Maar de vraag hiervoor zei al dat er geknipt werd tussen... De vraag hiervoor zei al dat er geknipt werd tussen fenylalanine en methionine. En ik zie ook eigenlijk maar twee aminozuren. Want als ik even hier spiek, dan is hier een grens, CD100O, en daar is een grens, en daar is een grens. Dus eigenlijk wordt die volgens mij gewoon hier doorgesplitst. En anders is het gewoon te raar voor woorden. Dus zal ik daar maar gewoon even vanuit gaan en dan het risico op dat ik het helemaal fout doe, de koop toenemen. Natuurlijk weer allemaal mensen stroopwafels gaan halen, die zeggen, meneer, ik klop geen bal van. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik, hè. Nou, wat je dus moet doen, is dat je eerst die structuurformule overtekent. Want let op, ze staat letterlijk neem de structuurformule over. En ze willen een reactievergelijking. Dus dan moet ik eigenlijk twee keer... Nou, ik ga even voordeel hebben van dat ik bij een computer zit. Dus... Oh. Nou, dat zie je dat niet. Ik had wel mooi gevonden als je deze ging knippen eigenlijk. Maar, oké. Nee, ik heb niet nog een layer. En ik knip hem even nog een keer. Dat lijkt me wel handig. En ik ging hem dus breken, had ik gezegd. Hier, ja. Hoppakee. Dit is best aardig gelukt. En dan kijken of ik hem mooi recht opzij kan krijgen. Hoppakee. Dit is eigenlijk gewoon wat er met hydrolyse gebeurt. Maar let wel even op. Want hydrolyse is altijd met water erbij. Het is tenslotte hydrolyse, even spieken. En een watermolecuul bestaat uit een OH en nog een extra H. Nou, bij de hydrolyse gaat aan de ene kant een H komen en aan de andere kant komt een... Oh, ik heb hem alleen verkeerd geknipt. Dat is even sneu. Dit is echt wel even triest, hè. Ik ben zomaar bezig geweest met mijn lijntje. Even kijken of ik veel in doe kan doen. Tum, tum, tum. Ja, want... Even spieken. Hier moest ik hem knippen natuurlijk. Wel even goed die amidebinding doen. Dus die C-dubbelgebonden O en die N. Daartussen moest geknipt worden. Niet waarin ik net deed natuurlijk. Veel te veel met andere dingen bezig. Oké, gaan we hetzelfde gewoon nog een keer doen. En dan gaan we weer even het kwastje nodig hebben. Oké, dit is een watermolecuul. Dit met een watermolecuul. Dat is een zuurstof waar een waterstof aan zit. En er zit nog een waterstof aan. Ja, ik gebruik natuurlijk kleurtjes een beetje apart in dit geval. Maar dat is gewoon om duidelijk te maken wat gebeurt er met die atomen. En dat vormt dus die reactie eronder. Nou, die OH-groep die gaat bij het zuur zitten. Hier zo, OH. En die losse H die ik nog over heb, die gaat hier zo bij die stikstof zitten. En nou, dat is het voordeel als je een computer hebt, ben je een stuk sneller klaar met tekenen. Maar dit is de hydrolyse van het eiwit. Ja, met een beetje gokken is het me gelukt om het zonder te lezen te doen. En dat scheelt weer tijd. Maar ja, het is wel een beetje risicovol of het werkt. Dus ik kan het niet echt altijd adviseren. Maar soms is de tekst alleen maar verwarrend. Oké, mijn kopie even uitzetten. En dan gaan we volgens mij alweer de laatste vraag doen, hè? Oh nee, het gaat nog verder. Kijk, hier staat het nog. Tijdens het rijpen van de kaas, regel 15, ontstaan we hier een structuur van zo'n ester, zo'n inwendige ester. Ja, dit is een inwendige
En dat woord inwendig ester, dat ken ik niet. Maar ik gok dat ik hier een ester zie wat in het molecuul zelf zit. Dus de zuur en de alcohol zitten allebei in hetzelfde molecuul. Dat gok ik maar. Dus ontstaan uit één stof. Elk molecuul van deze stof bevat twee karakteristieke groepen die de estervorming mogelijk maken. Nou, dat weten we wel, hè. Dus dan moeten we deze stof gaan hydrolyseren. En dan zal ik hem eens even braaf overschrijven gewoon. Dus ik heb die CH2 en daar zit die C dubbelgebonden O aan. En daar zit dus nog een OH groep aan, want het was ooit een zuurgroep. Hier heb ik nog een CH2 en ik heb hier nog een CH2. En ik heb hier nog een CH2 en daar zit natuurlijk die O aan. Ik tik hem even aan de andere kant en daar zat dan een OH groep aan. En dat was hem eigenlijk alweer, de hydrolyse. Ik heb het molecuul dus hier zo gebroken, want dat is het midden van de estergroep en daar wordt hij gebroken. Nou, dat viel reeds mee, hè? Dan gaan we vragen over het glutathion doen. Nou, het is wel heel veel eiwitten dit keer, hè? Nog geen vraag over een vet gezien. Oké, een stof waarvan de moleculen zijn opgebouwd uit drie aminozuren wordt een tripeptide genoemd. Met drie verschillende aminozuren, bijvoorbeeld val, ala en leu, kunnen verschillende peptides gemaakt worden. Hoeveel verschillende peptides kunnen worden gevormd met de aminozuren val, ala en leu, waarbij elk van de aminozuren in het tripeptide voorkomt? Oké, ze moeten allemaal voorkomen. Eigenlijk is dit een beetje een wiskundige aanvraag. Maar wat je wel moet beseffen bij bij eiwitten, dat de volgorde uitmaakt. Dus als ik, even kijken, ik moest val, ala en leu hebben. En dit is een andere dan leu, ala en val. En ze lijken wel heel erg op elkaar natuurlijk, maar niet precies hetzelfde. Nu heb ik twee met ala in het midden. Ik kan hierboven er nog eentje doen met val, leu, ala. En dan heb ik bijvoorbeeld twee met val vooraan. En ik heb er nog eentje met leu vooraan. Want dan komt val erachteraan. En ala. En dan heb ik ook nog twee volgens mij kunnen maken met ala vooraan. Want van die andere twee lukt er ook precies twee. Eén keer met val en één keer met leu. En dan komt de ander hier achteraan. En zo heb ik zes opties. En die zijn dus wel echt alle zes anders. Ook al is het verschil misschien niet heel groot, zijn ze toch wel anders. En ik moet mijn antwoord motiveren. Nou, ik denk een lijstje van zes tekenen is een goede methode. Maar je kan natuurlijk ook gewoon uitleggen dat je zes opties hebt. In de wiskundige termen zeggen ze dat je dus 3 × 2 × 1 opties hebt. Want op de eerste plek kan ik ze alle drie doen. Op de tweede plek heb ik er nog twee mogelijkheden over. En op de derde plek nog één. En dat wordt wiskundig ook wel trifaculteit genoemd. Maar ik vind in dit geval uitschrijven wel duidelijk. Het zijn er toch maar zes. Dat is wel te doen. Goed, het glutathion is een tripeptide dat door het menselijk lichaam wordt gemaakt. Het is een zogeheten antioxidante structuurformule. Bla 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 bla. Cysteïne is één van de drie aminozuren waaruit glutathion is opgebouwd. Het glutathion is een aminozuur, één aminozuur, niet op de gebruikelijke manier aan cysteïne verbonden. Oh. Geeft de drie lettersymbolen van de twee andere aminozuren waaruit glutamine is opgebouwd. Maak gebruik van Binas tabel. Nou, dan gaan we Binas tabel bijpakken, maar die heb ik niet open, dus dat pauzeer. En plop, daar staat hij dan. Kijk, dit is de tabel met de aminozuren. Makkelijk te herkennen, al die groene vakjes. Oké, maar nou moet ik wel weer de vraag weten, want die ben ik ondertussen kwijt. Ook al lijken misschien vliegensvlug gegaan te zijn. Even spieken. Cysteïne moet ik even zoeken. Cysteïne in Binas. Cis heet die. Cis, dat is hier. Oh, dat is met in het middenstuk een CH2 en dan een zwavel eraan. Nou, gaan we kijken, die zal er vast wel tussen zitten. En die zit hier zo in het midden. Even spieken. Dat is dus deze. Dit is het middenstuk en dan hoort die daar dus ook nog bij. En die hoort er dus ook nog bij. Dus eigenlijk is dit stukje zo, is cis. Moet ik de rechterkant ook nog weten? Niet van de twee andere, ja. Dus de rechterkant zie ik hier die NH-groep. Ik zie
rechts een zuurgroep. En links zie ik dat haartje wat aan de onderkant zit. Maar er zit alleen maar een haartje aan de bovenkant. Dus blijkbaar. Dus dat is de allereerste. Dat is deze. Dat is dus GLY. Je ziet hoe het helpt als je streepjes tekent op je blaadje. GLY. En die linker, die herken ik helemaal niet. Want er zitten hier wel heel veel C's tussen. En eigenlijk is al die aminozuren... Kijk, al deze aminozuren is een stikstof, één koolstof in het midden en een koolstof met een zuurgroep. Dus een stikstof, een koolstof in het midden en... Oh, kijk, daar zit die koolstof met die zuurgroep. Maar is dat dan wel logisch? Even spieken. Dus dat is eigenlijk dit deel zo. Zo, ik maak het even groen, omdat in binas dit deel zeg maar ook groen is. Beetje lelijk geworden. Ik maak hem even zo. Dit deel is zeg maar groen. Ja, maar het staat er ook, hè. Eén van de drie aminozuren waaruit is opgebouwd. Even kijken. Er is één aminozuur niet op de gebruikelijke manier aan cysteïne verbonden. Nou, dat is dus blijkbaar deze. Die is met een andere zuurgroep. Dus als dit zijn groen is, dan zit er achter nog twee C'tjes en dan een zuurgroep. En die ga ik zoeken in binas. Dus nog twee C'tjes, CH2'tjes en dan een zuurgroep. En die moet dus nu naar boven steken. Even kijken, alifatische aminozuren met hydroxide, nee. Aromatische ook niet, basische ook niet. Zuren, ja, want het is een zuur, hè. Eén C'tje, nee, het moet dus deze zijn, want die had twee C'tjes en dan een zuurgroep. Even spieken, die heet een NH, maar ik weet niet wat het al een groep is. Oké, dus het is glutaminezuur, ook wel bekend als GLU. Tenminste, zeg ik dat nou goed? GLU, ja. Dus die linker is dus blijkbaar GLU. En dan heb ik hiermee de vraag, laatste vraag beantwoord. Nou, ik hoop dat het duidelijk voor je is geweest en dat het een welbesteden half uurtje is om te kijken naar hoe ik dit soort opgaves doe. Mocht je nog vragen hebben, dan weet je me vast wat te vinden. En succes met verdere toetsvoorbereiding.